Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag wel wat anders doen dan gebruikelijk. Ik ben inmiddels, misschien herken je het wel, maar tenminste aan de Volvo kun je het misschien al een beetje zien. Bij de collega's van dienst Infra Noordwest, waar we ook eerder al wat video's opgenomen hebben. Maar zoals we in de vorige video's op de weg hebben gewerkt, gaan we vandaag, je kunt het al zien aan het vest, werken op het water. En dat doen we eigenlijk met, zoals ik het net begrepen heb, maar gaan we nog eventjes helemaal goed vragen hoe dat zit. Met de kleine boot en de grote boot noem ik het maar eventjes. Dus de grote boot vaart in een gebied. En wij varen omheen met de kleine boot op zoek naar... weet ik eigenlijk wat niet. Maar dat gaan we straks wel eventjes vragen. Anders even voorbereiden. Ik heb het veiligheidsvest aan en dan gaan we richting de boot. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker wel zin in. Zonnetjes gaan schijnen. Het zonnetje schijnt. We hadden wat minder goede hoop voor net, hè? Ja. We gaan vandaag met Rip het water op. We gaan kijken of we wat recreatievaartcontroles kunnen doen. Richting de randmeren. In de buurt van Huizen, Bussum. En later op de avond gaan we misschien nog richting Volendam en Horen. In ieder geval de omgeving Markenmeren en de randmeren. Hey, nou zie ik al dat je een mooie. Ik noemde net een veiligheidsvest, maar dat, hoe heet dat eigenlijk? Een renningsvest natuurlijk, hè? Ja, het is een reddingsvest. Mochten we overboord vallen, dan blaast hij als het goed is heel groot op. Vesten zijn ook gekeurd en dan blijf je in ieder geval drijven. Want, zwemmen met al onze spullen aan is toch nog wel een dingetje. En is dat een verplichting of doen we dat gewoon uit veiligheidsoverwegingen? Het is binnen de politie verplicht. We varen op een snelle motorboot. We zijn ook een voorbeeldfunctie. Als je zelf normaal op een snelle motorboot vaart, zolang je zit te sturen, de schipper in ieder geval, als die zit, dan hoeft hij hem niet verplicht aan te hebben. Maar je moet wel voor iedere opvarende een aan boord hebben. En op het moment dat je staat te sturen, dan moet je hem ook verplicht dragen. Achteruitje. Net, laser. Zijn we in de laserklasse? Okay. Laser is een zeilbootje, een wedstrijdbootje. Goeiedag! Mooi spulletje zo bij elkaar. Dankjewel. Vispas, rijbewijs, kentekenbewijs, registratiebewijs. Nou, perfect. Bedankt. Ik heb maar één opmerking over je hengels. Geen bijzonderheden. Twee hebben, hè? Klaar. Ik heb drie. Ja, oké. Ik ga je er geen verbaal voor geven, hoor, maar haal het setje eraf en ben ik klaar. Doorgeleid. Wat voor de rest de brandbussen en het reddingsvestje ook aan boord? Uiteraard. Had ik ook wel gehad. Doe maar zo, hè? Ja, merci, dankjewel. Nou, een goed jongens, dankjewel. Ja, jullie ook. We hebben net deze meneer gecontroleerd, die was aan het sportvissen. We hebben gekeken of alle papieren voor zijn snelle motorboot voor elkaar had. De registratiebewijs en zijn vaarbewijs. En daarnaast hebben we ook gekeken of hij zijn vispas had. En of de visbenodigdheden die hij bij zich had in orde waren. Wanneer dat alles in orde, we hebben nog een goede vangst gewenst. We gaan weer verder kijken. Er was alleen één opmerking over zijn hengels ofzo, want hij had er dan vier klaar? Of, drie hengels gereed, klaar om direct te gebruiken. Alleen hij heeft geen toestemming voor de derde hengel, hij mag maar twee hebben max. Maar dat staat gewoon in zijn visvergunning denk ik? Ja, in de basis mag je als je je visvergunning hebt twee hengels gebruiken.
Je kan daar een aanvulling kopen voor 3 engels. En die had hij niet. En op het moment dat je dus je shed en je engel gereed hebt, dan telt het gewoon als een engel te wapen. Oké, maar je nu een waarschuwing voor gehad hebt. Ja, meneer, die gaat er nu niet met. Het gaat erom dat je niet met 3 engels tegelijk gaat vissen, daar gaat het om. En dat was nu ook niet echt aan de orde. We willen even een controle doen van de registratiebewijs van de boot, van uw vaarbewijs en van de veiligheidsmiddelen die u aan boord moet hebben. Hey, volgens mij ga je op de foto, jongen. Ja. Nou, op de film zelfs. Oh, dat ook nog. Ik denk dat jij die mooier is dan ik, maar ja. Ook nog aan het vissen geweest? Gisteren, ja. Lukte het een beetje? Ja, één snoepbaas heb ik gevangen. Okay. Is de vispas ook in orde voor als je gaat vissen? Ja, hartstikke goed. Nee, ik geloof je niet. Je bent ook niet aan het vissen. Ja. Maar voor jezelf, we spreken je nu. En voor hetzelfde spreken we je morgen weer. Ah, ik heb gisteren wel met je agent gesproken over vissen. Ja. Maar die zei helemaal niks over een vispas. Kan ik het beter nu vertellen? Ja, heb ik. Ja, hartstikke goed. En heeft hij ook een brandblusser aan boord? En die zit er allemaal onder. Nou, was ik even een beetje. Ja, ik zie hem zitten. En het ziet er niet, uit als een bonkroest. Dat is helemaal in orde. En heeft u ook reddingsvesten bij u? Ja. 4 stuks in dit geval. Nee, ik heb maar 1 mee. Uh-oh. Die andere heb ik gisteren nog gezegd. Als we morgen losgaan, moeten we die nog inpakken. Maar die heb ik van gisteren nog en die andere 3 heb ik op de bombo laten liggen. Oké. Even kijken. We gaan het volgende doen. U mist 3 reddingsvesten nu. Eigenlijk is dat 3 keer €45. Nee. Nou, dat is zonder geld, denk ik. Ja. We vinden het wel een dusdanig kwalijke zaak dat u ze niet bij zich heeft. Het is niet een klein tochtje in de polder, het is toch wat grote water. En we hebben het er net lachend over, hè, over het stukje zwemmen. U krijgt van mij een verbaal voor 1 reddingsvest. Oké. Okay. Krijgt u een waarschuwing voor die andere 2. Ja. Dus dat scheelt €90. Oh, we zien u ondanks dit nog wel een fijne dag. Goed dag. Dag. Nou, u viel op de snelheid, ja. Maar als u een beetje aan de zijkant gaat, dan stap ik even bij u op het zwembad. Ja, we gingen net. Ik ben net aan boord geweest van die speedboot, zoals jullie zagen. Wat ons opviel was dat hij wat te snel voer en dat hij geen registratienummer had. Het bleek om een testvaart te gaan. Dit schip is vanuit België naar Nederland geïmporteerd. En er moet nog een registratienummer opkomen. De schipper was een eigenaar van een watersportbedrijf hier, die ook al lang binnen de bootjes actief zijn. Die was samen met de monteur de motor aan het checken. Om te kunnen varen, op het moment dat er nog geen registratieteken is voor de boot zelf, kan een handelaar gebruik maken van een handelaarsregistratie, een II-nummer. Dat heeft hij niet op dit moment. Van een professional verwachten wij wel dat hij zijn spullen voor elkaar heeft. Voor het II-nummer, voor het niet hebben van de juiste registratie, wordt daar een procesverbaal op gemaakt. En voor de snelheid doen we af met een waarschuwing, omdat het alleen korte stukjes waren voor het testen van de motor. Hoe doe ik dat? Waar maak je me vast dan? Oh, daar. Jezus. En dan terug? Ja. Zo, terug. Ja. Gestolen waren zeker. Ja, helemaal. Ik zag hem al staan, ik dacht. Ja, toch? Dat is niet goed. Nee, hoor. Ja, dat is niet goed. Wat ga jij nou weer doen, Jan-Willem? Nou, ik heb het echt bloed heet. Ik kan mijn vest uit. Dit is niet het reddingsvest. Maar het. Ja, dat is weer. Steek weer in de vest, toch? Ja. Thank you.
Is de rest, ook al terug of? Bent u Jan Willem? Jazeker meneer. Dat mag ook zeker wel. Maar zijn we met z'n drieën of is de rest? Ja, zijn er wel een paar klassen. Die verstoppen zich. Oh, klassen? Oh. Dat is natuurlijk schrikken. Hey, ik laat hem maar even blazen. En anders dan moet ik zeggen, de regen is ook niet opgetaald. Want we hebben ook niet opgetaald. Wanneer heb je voor het laatst bier gedronken? 10 minuten geleden. Ja. 10 minuten geleden? Ja. Ah. Oh, nee. Dat is Jan Willem. Nee, dat is Jan Willem. Ja. Jan Willem. Nou, kijk eens. Hey, Jan Willem. Goed, hè? Perfect. Perfect zelfs. Ja. Ja. Zo, er komen steeds meer aan. Nog meer. Hoeveel komen er nog? Hey, dat mag. Nou, we mogen een klein stukje nog naar de haven toe pakken. Mooi met z'n allen erin. Ja, zit er al een stukje? Ik vond het wel een stukje varen. Waar zijn we nu dan? We zijn in Hoorn. Komen we vandaan? Almere, Huizen. Almere, Huizen. Dus even de plas overgestoken en we gaan nu hier op de grote boot even een hapje eten. We gaan het maken meer weer op. Collega Jan die is net al met de dekboot naar buiten gevaren. Wij gaan zo samen weer op de rip waar we vandaag de hele dag mee op pad zijn. Er is een persoon vermist hier waarvan het vermoeden is dat hij het water ingegaan is. Een onderdeel van Infra is ook het landelijk team onderwaterzoekingen. Die hebben gisteren al een dag met apparatuur onder water gezocht. Daarbij is die meneer niet aangetroffen. En nu proberen we vanaf een aantal boten ook nog een zoekslag te maken. Om te kijken of we die meneer kunnen vinden. Ik kan er wel op staan. Verder zie ik een boot die er in ieder geval prachtig uitziet, maar ik mis er wat op. Dat zei ik net even. Ja, hij ligt net in het water. En, Kan je erachter komen welk registratienummer erop gaat komen? Ja. Die wil ik graag even weten. Nu op het moment. Ja? We
het ook rustig doen met z'n. Je hebt die ruimte zat maar te varen. In Friesland klagen ze altijd, dan hebben ze zo'n heel klein vakje, dan mag het, en de rest niet. Je hebt hier onwijs veel ruimte, hou hem gewoon op tijd terug. Ja. Houden we dat bij een waarschuwing. Het feit dat je geen registratieteken op de boot hebt, daarvoor krijg je procesverbaal. Want ik heb zo geen idee wie welke boot het is. Die moet op beide zijkanten staan, duidelijk. Hé hey jongens, dan een fijne avond. Ja, hoi. We zijn weer terug in Lelystad, terug van de boot, maar en we gaan hem afsluiten. Maar dat ga ik niet even doen, dat gaan we Wouter laten doen. Dus we gaan even naar Wouter. Ondanks dat we midden in de week waren, toch nog wat aanbod gehad van de pleziervaart. We hebben nog een aantal vissers kunnen controleren. En later ook de collega's van de 87 nog kunnen ondersteunen naar de zoektocht naar die vermiste meneer. Oh ja. Helaas is die nog niet aangetroffen. Hopelijk gaat het op een later moment wel lukken. Oké, maar dan heb ik nog wel eigenlijk één hamvraag een beetje. Want we zijn nu op het water bezig geweest. En van oudsher is natuurlijk de waterpolitie vooral een dienst die toezicht en handhaving deed. Maar tegenwoordig is dat ook nog zo? Of wat zijn nu echt de werkzaamheden? Ja, het heet ook niet meer de waterpolitie, maar het is echt wel onderdeel van de dienst infra. Ja, hoe moet ik het nu voorstellen eigenlijk? Handhaving en toezicht doen we nog steeds. En net als vandaag hebben we ook het toezicht gehouden op de recreatievaart. Maar daarbij proberen we net als op de weg ook verder te kijken als alleen dat. Dus ook daar proberen we verder te gaan in de opsporing. Verder te kijken naar niet alleen maar een bekeuring die iemand krijgt, maar klopt ook het hele verhaal? Klopt de boot die iemand bij zich heeft? Klopt het verhaal? Is de boot ook van die persoon? En eigenlijk gewoon naar het geheel van het hele plaatje. Nou, dat was het dus alweer. Dus ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Laat dan even een duimpje achter. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe het ook nog eventjes. En waar we de volgende keer zijn, dat weet ik weer niet. Of in DJ Lekboord, of misschien weer bij Infra, of weet ik veel waar. Dat zien we de volgende keer alweer. Later.